Hallo kijkers van Trainers 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA San Andreas. En dit wordt waarschijnlijk de één na laatste aflevering. Want wat we vandaag gaan doen in deze aflevering is, we gaan gebieden veroveren. Alleen ik zat zo na te denken van, we kunnen de Ballas en de Mexicanen hier. En ik dacht van, gaan we ze nou allemaal doen? Want we hebben maar van één groep moeten we verwijderen. Of nou ja, dat is precies genoeg grond als we één groep gewoon wegspelen. En ik zat te denken van, welke groep wil ik nou wegspelen? Nou, je zou normaal gezien zeggen, de Ballas. Ik ga de Ballas niet wegspelen. Ik vond de Ballas hoort in San Andreas. Hebben we altijd al ruzie mee gehad. En ja, ik heb al meer dan genoeg gebied van hen overgenomen. Wie ik ga wegspelen zijn de Mexicanen. Ik ga dit hele gebied, wat hun hebben, hier dit hele gele gebied, ga ik overnemen. En dat in deze aflevering. Dus dat kan leiden dat het een aflevering wordt van meer dan een uur. Ik hoop van niet. Maar we zullen zien. Want kijk, als ik hierin stap, zegt dat ding, you need to take more gang territories. En zoals ik weet van de vorige keer, is alles van die gele precies genoeg. Is precies genoeg grond als ik alles van die gele nog over ga nemen. Of alles van die paarse. Maar ik heb dus gekozen voor de Mexicanen. Omdat die hier gewoon niet thuis horen. En de Ballas. Die is toch bijna niks meer. Behalve hun grote grond. Een grote stuk grond. Verder is de Ballas echt helemaal niks meer. En zo kan CJ nog steeds ruzie hebben met de Ballas. Na het einde van deze serie. Maar ik zat eerst in de eerste instantie te denken om alles te laten zien van alle gebieden overnemen. Maar ik denk dat jullie het wel begrijpen als ik gewoon de Mexicanen over ga nemen. Want het werkt precies hetzelfde. Oh, mooi. Oké. You have provoked the gang. Oh shit, dat is echt zo'n klein stukje. Oké, van welk punt komen ze? Oh, daarboven. Nou, dit gaan we dus in deze aflevering doen. We gaan heel veel van die... We gaan heel veel van die gebieden overnemen. En ik heb ook nog een minigun, dus... Die zouden we ook nog kunnen gebruiken. Als het echt heel erg moeilijk wordt. Oké, waar spant de volgende groep? Daar. Uh-oh. Minigun. Oké. Ik kom dus tegen dat het erg moeilijk gaat worden. Kom op, geef me kogelvrijvest. Oké. Ach, de politie pest mij weer eens, hoor. Oh god, nee, dat gaat mis. Het is ook zo'n tijd geleden dat ik gebied heb overgenomen. Zo lang. Ja, is het lang geleden of niet? Ik denk op zich wel. Nou, in ieder geval, de politie is mij kwijt. Omdat dit wel vaker gebeurt. Zo gang wars. Oké. Die neer. Die neer. En dit is van ons. Dat is heel mooi. Dat betekent dat wij het volgende gebied gaan overnemen. En dat is hier. Alleen het probleem is steeds dat je die Mexicanen moet vinden. Die in dit gebied lopen. En dat ik ze nu niet zie. Nou, maar ja, we gaan gewoon ze vinden. En we gaan al hun gebieden overnemen. En dat is een Ballas. Our hood is under attack. Welke?
Oh nee. Even een auto pakken. Dit moeten we heel snel duidelijk maken dat we dit gewoon niet accepteren. En dat gaan we heel simpel doen. Even naar het ballastgebied. Nou ja, eigenlijk gaan we dan gewoon naar die kleding. Of nee, we gaan naar mijn huis. Want als ik hier naar binnen loop, dan is die gang waar opeens afgelopen. En daar raak ik geen huizen kwijt. Want ik ga nu niet echt naar de andere kant van het land. En daarna weer terug. Omdat iemand dacht dat het verstandig was om mijn gebied over te nemen. Oh nee. Nou, dan ga ik die winkel toch in. Als jullie dat zo graag willen, dan ga ik die winkel wel even in. Oké. Dat is de urban. Dan gaan we daar wel even in. Niet aanvallen, jongens. Kom in, kom in. Kom in, kom in. Waarschijnlijk is het nu klaar. Nee, nog steeds niet. Dan weet ik een veel betere manier. Normaal werkt dit altijd, dat vind ik heel vreemd. In ieder geval bij de gym werkt het. Nou ja, dan ga ik gewoon opslaan. Dan vliegt de tijd voorbij en dan waarschijnlijk hebben hun geen zin meer om aan te vallen. Oké, opslaan. Oké. Laat het nu voorbij zijn. Ja, het is voorbij. En ik bezit het gebied nog. Nou, dus de methode is helemaal gewerkt. Heeft helemaal gewerkt. Behalve het puntje dat ik dus moest opslaan. The Love Giant. Oké, maar wat we dus gaan doen. We gaan weer terug naar het gebied waar we net waren. Alleen nu gaan we het iets naar links aanpakken. Dat betekent dat ik Mexicanen moet zoeken. En ik weet niet zeker of het Mexicanen zijn, maar ze lijken wel verdacht veel op Mexicanen. Oké, dan gaan we dat gebied hier op de heuvel verder overnemen. Die zouden toch ergens Mexicanen moeten rondlopen. Nee, ik zie geen Mexicanen. Nou, dan gaan we terug naar beneden. Hey, dat waren Mexicanen. Oké. Oh shit. Dat is wel een heleboel. Oké. Kom op. We gaan die andere naartoe. Hallo, jongens. Het feestje is hier hoor. Hallo? Ze dacht dat het feestje ergens anders was. Dat kan ik begrijpen. Oké, you survived the first wave. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Maar we hebben echt binnenkort een kogelvetvest nodig. Oh nee. Er komt een auto aan. Oh, dat is gewoon heel simpel. Hoppakee. Handen omhoog. Geef me jullie gebied. Geef me jullie gebied. Goed zo. Heel fijn. Dit nog even overnemen. Waarom vluchten hun toch steeds? Ik weet het, dat ik jullie ga doodschieten en dat jullie waarschijnlijk daarom vluchten, maar echt serieus, zo lukt het dan niet. Kom hier. Op jacht naar de Mexicanen. Mexicanen jagen. Nou, heb ik nog sniper? Ja.
Hoppakee. You survived the second wave. Oké, ja, heb ik ergens hier een kogelvrij vest? Maar dat heb ik echt nodig. Uh-oh. Hallo, is hier ergens een kogelvrij vest? Jawel, hier is een kogelvrij vest. Ah, dit zijn wel heel veel van die gastjes. Heel mooi. Oké, die komen er nu ook aan. Oh, en één gastje denkt hem om te gaan smeren. Gastje, blijf even. Ik kan niet vinden zonder jou. Ze smeren hem echt. Oh nee, ze komen terug. Ze komen terug. Nou, ik sta scherp op hun. Als ze de heuvel opkomen, kabaam, zijn ze dood. En ik vind dat het gebieden overnemen best wel langzaam gaat, op deze manier. Zo gaat het zeker, een anderhalf uur duren. Oké, daar komen ze. This hood is yours. Oké. Geweldig. Oké, en nu gaan we het zo doen. Schieten, mooi. Oh, jij ook. Uh-oh. En laden. Kom op, schieten. Oké, you survived the first wave. Helemaal geweldig. En als er steeds zulke kleine stukjes zijn, dan zijn we nog wel even bezig. En daarom is het ook veel gebied. Omdat het steeds kleine stukjes zijn. En er wordt geteld per stukje waarschijnlijk. En bij de ballen had je grotere stukjes, maar meer gebieden. Oké, nou, ik kom eraan hoor. Kom maar deze kant op. Oké, hoeveel staan er nog? Mooi. You survived the second wave. Komen ze nog of... Oh god. Ja, ze komen. Nou, door elkaar heen. Ben ik blij dat ik die minigun heb. Oké. Sniper. In die aanslag. Komen ze terug? Ze moeten terugkomen. Oké. Dat is één. Die andere moet ook zo de heuvel opkomen. Dit hoed is yours. Nou, geweldig. Dan hebben we deze ook. Dan gaan we even op de kaart kijken. Al hoeveel gebied we hebben overgenomen. En jongens, jullie zien. Dat is eigenlijk bijna nog niks. Maar er zitten later wel grotere stukken in. Dat ga ik jullie verzekeren. Dat er later grotere stukken in zitten. Omdat je het gewoon weet. Ja. Waar gaan we die Mexicanen vandaan halen? Want we hebben wel Mexicanen nodig. Om dit gebiedje te veroveren. En als er geen Mexicanen zijn, ja, dan wordt het nogal moeilijk om dit te veroveren. Oh, ze zijn er wel. Oké. You provoked a gang war. Nou, dat is helemaal de bedoeling. Oké, waar komen ze vandaan? Van alle kanten.
Oké. Ga weg, jij. Oké, die auto rijdt er vandoor. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. En ik blijf het zeggen dat ik dit helemaal geweldig vind. Gaan hun nou echt helemaal naar de andere kant van de straat om eventjes over te steken? Dan zal ik hun even helpen. Daarom ook die sniper. Zo. You survive the first wave. Ja, dat weet ik. Anders zou ik hier nog niet leven. Anders zou ik nu al ergens anders zijn gespannen zonder al mijn wapens. Oké. Okay. Daar nog. Oké, ik kom eraan. Kom eraan, Mexicanen. Rustig aan. Zo, dit was sneaky van jou. Zo. Ik heb zo'n idee dat zometeen mijn kogels op zijn en dat het dan moeilijker begint te worden. Want ik heb er ook al een paar honderdduizendjes aan kogels aangegooid. Oké. Oké, hoeveel staan er nog? Give me no shit. Oh god, die gaat helemaal omloop. Oké, nou dan ga ik gewoon zo staan. En waarschijnlijk komt die dan wel terug. Hey! Ik zag je al. Ja, dat helpt niet echt, hè. Oh, daar is de hele crew. Achter me. Hij zou elke seconde moeten komen. Sneaky. Sneaky, sneaky bastard. Als je het niet erg vindt, ga ik hier even ertussenuit. Oké, nu is het een heel gebied waar we hebben veroverd. Maar nog niet genoeg. Want ik zei alle gele. En dat is dan ook echt alle gele. Want we hebben dat gewoon nodig. Anders is het veel te weinig. Oerhoed is onder attack. Welke nou weer? Oh, die haven. Die mag je hebben. Vind niet erg. Mag die hebben. Ah, leuk. Was dat niet goed? Ja, maar ik stond toch in het gankgebied? Dus eigenlijk zou nu die gangwaar moeten beginnen. Oh god, oh god, oh god. Ik dacht dat hij mij wil aanvallen, maar hij vlucht uit zijn auto. Oké, nou dan gaan we het zo doen. Zeg niet dat ik geen gebieden kan veroveren als ze van mij aan het veroveren zijn. Dan moet ik nu weer terug. Nou, we doen dat maar gewoon. Voor de zekerheid. Want anders zou ik niet weten waarom ik opeens geen gebieden kan veroveren. Dat zou de enige logische verklaring wezen. Nou, dan gaan we even opstaan. En ga aan de kant, meneer de brandweer. Oké, we zijn al 20 minuten bezig. En hoeveel gebied hebben we veroverd? 1/4.
er zit vooruitgang in. Niet veel, maar er zit wel vooruitgang in. Laten we gewoon zo zeggen. Er zit zeker vooruitgang in. Die Mexicanen zijn boos op ons. Er wordt heel veel van ons gebied veroverd. Nou, mooi. Dan is het straks ook meteen ochtend. En weer dag. Dan kunnen we beter zien waar ze vandaan komen. Ook al kijk ik steeds op de radar. Maar dan is het dat een beetje duidelijker. Oké. Nou, geweldig. Lopen. Nou, mijn gebied is weer niet veroverd. Mussel erbij. Ja, geweldig. Oh, god. Waarom zet ze altijd een auto in brand? Ze weten dat dat niet goed is voor een auto. Maar toch doen ze het. Nou ja, in ieder geval terug naar het gebied waar we net waren. Om dat te gaan veroveren. Maar ik stond toch echt in dat gebied? Dus ik weet niet waarom ze niet boos op mij werden. Nou ja, we zullen wel zien. Misschien moet ik hierboven staan. Waar ik dus net ook stond. Oké, yes, u provoked de gangbar. Dat zal het waarschijnlijk zijn geweest. Dat ze mij ook gingen aanvallen. En holy shit, wat is dit een groot gebied. Wat we nu in één keer gaan veroveren. Dat is een stuk groter dan... dan tot nu toe wij hebben gehad. Oké, kom op. Oké, die auto heeft mij niet aangevallen. Nou, die auto mag verder. Gaan we verder. Oké. Mooi, daar komen ze vandaan. Dat weet ik, dus ik kan me erop voorbereiden. Fijn. Ho, ho, ho. Ik wist niet dat jullie daar ook konden spawnen. Is daar een kogelvrij vest? Nee. Ik heb een kogelvrij vest nodig. Anders ben ik gewoon de Siganië. Want ze schieten mij zo neer. Kom op, kogelvrij vest. Zo moeilijk is dat niet. Yes. Oké, ik doe het met een shotgun. Ik weet dat dat voor dichtbij is. Maar het is even om mijzelf te verdedigen. Oké. Over op dit wapen. Oké, dit kunnen we oppakken. En dit ook. Even seconde hoor. Zo. Gefixt. En jij ook nog. Oh, zijn hele crew komt daar nog boven langs. Oké, dan gaan we hem rustig ontvangen. Hey crew van het gele gastje. Zo, this hood is yours. En deze auto ook. Oké, hoeveel hebben we nu veroverd? Nou, alweer bijna 2/4 door gewoon één gangbar. Dus ik heb het jullie verteld, het is niet de hele tijd zulke kleine gebiedjes. En na loop van tijd wordt het grotere gebieden. Maar als eerste zouden we toch moeten beginnen met die kleine gebieden. Je begint klein. Oké, sniper. Dat zal het allemaal oplossen. You provoked the gangbar. Ben ik blij dat ik die minigun heb. Ik moet hem niet alleen te veel misbruiken. Want hij kan ook op.
Die minigun kan ook op. En dan is het niet zo best. Oké. Okay. You survived the first wave. Dat is heel mooi gedaan. En het is echt weer zo'n klein gebiedje. Nou, kom op. Wanneer komt de volgende? Oh, achter me. Zo, dat is een hele crew. What was you saying? Zo, dood jij. Oh, daar is een kogel van vest. Total respect is omhoog, geweldig. Give me that money. Want wij houden natuurlijk van respect. En daarom kregen we het ook heel veel tijdens missies. Respect. En meer respect vinden we natuurlijk niet verkeerd. Och, ga weg. This hood is yours, mooi. Is hier nog ergens een kogelvrij vest? Daar. Hey, give me that paper. Oké. Okay. We hebben een kogelvrij vest. En een beetje levens. En dat is precies wat we nodig hadden. Ja, bij die snelweg gaan we nu overnemen. Gewoon al het geel moet uit de kaart verdwijnen. Dat is mijn doel. Oh. Oh jongens. You provoked a gang war. Nou, dat was helemaal de bedoeling. Nou, zeg maar. Waar komen jullie vandaan? Laat maar, ik weet het al. Au. You survived the first wave. Ja, gelukkig wel. Ik had verwacht dat die klap harder aankwam. Body armor. Geweldig. Even daar doorheen spelen. Oh. Jullie zitten ook daar. Jij stond achter een boom. Lafaard. Oké, dan moet ik nog ergens een hartje vinden. En jij moet neer. Oh ja, hartje gevonden. Maar het is niet echt bepaald veilig. Wat hartje is. Dit is echt heel veel mensen. Kom op, jij moet dood. En jij moet dood. En jij moet neer. En jij nog. Dit hoed is yours. Mooi. En dan gaan we nu even dat hartje ophalen. Want dat hebben we echt wel nodig. Anders komt het niet goed. En ik weet, het is maar een heel klein beetje leven. Maar een klein beetje zou ons wel helemaal kunnen redden. En ik weet niet wat jij gedaan hebt met je auto. Maar ik hoop niet dat de auto ontploft. Binnen een paar tikjes. Nou, we zijn al over de helft. En we zitten al op 30 minuten. Dus misschien dat het maar een uurtje wordt en niet langer. Oké. Welk gebied gaan we nu overnemen? Ik heb liever dat gebied. Dat gebied lijkt me een stuk leuker om nu even over te nemen. Dan dit kleine snelweg hier binnen. Kleine snelweg, grote snelweg. Maar jullie snappen mijn punt. Oké, we moeten Mexicanen zoeken. Die lopen hier niet op de autoweg. Denk ik. Dus ze zullen daar moeten wezen. Dus dan zou ik ze hier ergens moeten vinden.
Oké, waar? Is alleen nog de vraag. Oh, daarboven. Neer. You provoked a gangbang. Nou, dat was helemaal de bedoeling. Hop. Oké. Ik ben er klaar voor. Kom maar. Hop, hop. Kom op, nog eentje. Ja, nog één. Maar ik weet niet waar jij precies zit. Schoonzitje. Dus als jij even vertelt waar jij zit. Volgens mij zit jij hier, hè? Ja. Mooi. You survived the first wave. Ja, klopt. En van dat geglitchte textures hier. Vind ik ook niet mooi. Oh, ze komen door de tunnel. En ze komen vandaar. Ik moet een kogel van fles bemachtigen. Dus ik trek deze kant op. Kom naar het hoekje om. Kom naar het hoekje om. Oké, ze komen niet. Kogel van West. Oh, dat waren ze ook echt. Oh nee, ze zijn er nog. Oké, you survived the second wave. Nou, geweldig. Dan komt er nog een third wave. Oké, en die heeft ook weer een kogel van West. Dus is dit alweer de weg die ik wil gaan? Oké, en dit wordt makkelijk. Hoppakee, dit hoed is yours. Respect, upgrade. You can now run a 7-man gang. Nou, geweldig. Ja, ik neem toch even dat kogelvest mee. Ik weet, het is een heel eind voor zo'n klein stukje. Maar zo'n klein... Je moet wel denken van dat hele kogelvest is 150. En niet alleen maar 100. Oké, nou. Dan gaan we achter die. We gaan hier. Our hood is under attack. Oh, fijn. Ik ben er toch in de buurt. Kom eraan hoor. Hood van mij. Want ik wil natuurlijk niet missen hoe mijn fantastische gele vriendjes... Ja, deze buurt willen terugnemen van mij. En dat wil ik natuurlijk niet missen. Dus ja jongens, ik ben er. What you say to me? Jongens, wat is het probleem? Dit is toch eerlijk? Het is heel erg eerlijk wat ik doe hoor. Jullie besloten om beneden te gaan staan. En als ik besluit om boven te gaan staan, ja, dan sta ik boven. Dan hadden jullie ook moeten besluiten om boven te gaan staan. Dat was nog eens een slimme zet. Oké, Mexicana, waar ben je? Cross Street ain't no real gang home. You went for life. Oké, you provoked the gang war. Weer van een heel groot gebied. Mooi. Zolang het grote gebieden blijven, zijn we snel klaar. Het duurt deze aflevering niet langer dan een uur. Maar die is sowieso denk ik niet duurt. Omdat we dit heel goed doen. You survived the first wave. Oh ja, kom dan. Hij vlucht. Slimme zet.
Oké, ik moet die kant op. Als ik het straks allemaal met een handkunnetje moet doen, dan wordt het een groter probleem. Gelukkig heb ik nu nog mijn sniper en... Oh god, nee, dat spannen ze achter mij. Oké. Nou, dan wordt het gewoon heel simpel maaien met die... Gewoon jagen op die Mexicanen. Alsof het stukken hert zijn. Ja, gewoon hert. Want volgens mij jaag je daar ook. Daar... Ja, kan je daar ook op jagen. Niet dat ik daar op jaag. Dat vind ik heel zielig. Oké, nog... ik denk één... dit is sowieso een stuk. En of dit is een heel stuk. Of het is zon en zonstuk. In ieder geval... Nog twee of drie... Van die dingen. Hey, give me that paper. Oh, leuk. Dit is toch het huisje, je weet wel. Jawel, dit is het huisje waar we toen hebben leeggeroofd. Ik wist niet dat je hier nog naar binnen kon lopen. Nou, die is dicht. Maar deze is open, want dit is de keuken. Die, oh, wat ligt daar op tafel? Oh, even over koken. Nou, veel succes met het koken. Dat doe jij maar. En ik denk dat ik echt straks binnenkort, voordat ik de eindmissie ga doen morgen, moet ik sowieso nog even langs de ammunition. Want ik moet... hoe heet dat? Meer ammo kopen, want dit is gewoon te weinig. En dat te bedenken dat ik 1000 kogels had. 1000 kogels. Ik hoop niet dat ik dat morgen kwijt ben. 1000. Nou ja, want dan zou het nog eens heel moeilijk kunnen worden. Want dan moet ik met de handgun alles zo doen. Zometeen kan ik het met mijn hele mooie SMG doen. Maar met een handgun dan ga ik het echt niet winnen. Oké. Oké, zijn dat er 3? You provoke non... Ah ja, ja, nu wel. Ja, wat doe je nou, hè? Wat doe je nou? Vertel eens, vertel eens. Oh god. Er komen meer. En hebben ze. Heel mooi. Oh, mooi. Zolang jullie ze blijven aanvallen. Oké. Doorrollen. You survive the first wave. Geloof ik niks van, want... Oh, ja. Hij is gewoon bang. Give me that money. Hij is helemaal niet bang, want hij rent nog altijd naar me toe. Oké. Mooi, die auto komt niet. Dan kunnen we even hierop jagen. Mooi. Sniper. Zoveel mogelijk kogels laten schelen. 1, 2, 3. Mooi. Verder. Kom op, verder. Fijn. Komen ze via daar. Oké, dan met deze gun. Kan ook. Nou, sniper. Snipe. 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 Oké. Hoeveel ge... Oké, dit is nog een klein stukje. Dat is nog... Och, nee hè. Zo'n heel klein Pieter... Ieder mini stukje daar. En zo'n hele kleine Pieterpokerig stukje. En dat moeten wij ook hebben.
Dus dan gaan we echt voor dat hele kleine stukje. Waar zijn die mensen? Oh, het is ook echt dit stukje. You provoke the gangwar. Nou jongens, een gangwar om dit hele kleine stukje. Maar jullie zien het nu live. In mijn opname. Ja, live. Natuurlijk is dit opgenomen. Voordat jullie dit bekijken op YouTube. Maar ja, jullie begrijpen mijn punt. Ik ga ze gewoon nu aanvallen. Oké, hop. Bam. Hier nog meer. Oh, die zitten daar te vechten met zo'n wagen. Oh, mooi. Ik dacht niet dat ik die granaten zou gebruiken, maar zo wel. Ja, ze staan daar te vechten. Wat meer moet ik zeggen? Ik wist ook niet dat ik mijn handgun zou gebruiken. Maar ja, je gebruikt gewoon alle dingen die je kan. Oké, en ik heb niet echt superveel dingen meer. Maar in ieder geval... Oh, dit is een mooi sprongetje naar beneden. Alleen zal wel heel wat damage doen. Kom op. Ik hoop dat ik zo meteen een kogel van vest kan krijgen. Kan ik een kogel van vest krijgen hier ergens? Want ik zie er geen. Oh, daar. Ze liggen gewoon op een andere locatie. Dus de 52nd wave. Mooi. En dan nu de 3rd wave. En dan komen we bij de laatste twee gebiedjes. En dan zou het volgens mij wel goed zijn. In ieder geval, dan is gewoon heel geel weggespeeld. En als dat niet genoeg is... dan val ik nog wel even één gebiedje van de ballas aan. In ieder geval zal het dan niet veel schelen. Maar volgens mij is het dan wel goed. Hè? En dan zijn we dan wel klaar. In ieder geval, we wachten op een telefoontje. Na al die gangwars. Van Sweet. Dat ze weet dat iemand heeft verteld waar Big Smoke is. Oh, leuk. Het ontvangstcomité. Zo, dit hoed is yours. Ja, zoals het hoort. En ik heb echt mij helemaal doodgevecht voor zo'n klein stukje. In ieder geval moeten we alleen nog... dit hebben we helemaal overvallen. En is het enige wat we nog moeten, dat bij die stadion en daar. Maar gelukkig is dat bij de snelweg. Dus het enige wat we echt zouden moeten doen is naar die snelweg toe gaan. En ik moet echt, ja, voor de opname morgen van de laatste missie, van de eindmissie, dus dan de laatste aflevering van GTA San Andreas, moet ik echt nog naar Ammunition. Ik heb echt nog kogels nodig. Want op deze manier haal ik het niet. Oké, dat is de Grocery Members. Ik heb die andere mensen nodig. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Ja, ik zoek ze hier. Hallo? Is hier niemand? Oké, nou dan doen we dat als laatste. Dan gaan we gewoon even hier kijken bij het stadion. Weer niet. Nog steeds niet. Zal je zien dat die mensen hun gewoon hebben verstopt. Omdat ze niet wouden dat ik hun laatste paar dingetjes zou overnemen. Oké, je zou er toch wel die Mexicanen moeten wezen. Mexicaantjes.
Misschien hier. Waar zijn ze? Oké, nu even zonder muziek. Waar zijn ze? Gewoon serieus. Want ze zijn hier gewoon niet. Op deze loopbrug? Op het strand misschien. Ze lekker aan het chillen zijn op het strand. Welk strand? Er is hier geen strand. Ja. Ik zie ze niet. En dat is niet echt positief. In ieder geval, nee, ik zie. Waarom zijn ze er dan niet? Ik dacht, ik moet nog twee gebiedjes, ik ben snel klaar. Maar op deze manier wordt dat niet. Oké, nou. En dat zijn ook niet van die mensjes. Ja, deze wel. Kom op. Ah, dat is de politie. Is het nou zo moeilijk? Ah. Oh ja, 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 ja. Oké, dat zijn. Dat is. Ja, politie. Ja, kom op, ik zoek alleen die mensjes. En dat zou helemaal niet zo moeilijk moeten wezen. Je hebt provoked een gangbar. Nou, helemaal geweldig. Hè. Als men wat zoekt, dan kan men wat vinden. Ook al moet hij er veel moeite voor doen. Oké. Ja, hé. Hey. Dat mag niet. Mij rammen. Mij neerschieten, dat mag wel. Maar dat lukt je toch niet. Oké. You survived the first wave, maar toch schiet ik jou even neer. Want jij kan heel gevaarlijk doen. Oké, nou dat zijn alleen hartjes. Oké, dit is beter. Klap van. Daar. Hebben ze? Oké, you survived the second wave. Nou, dan komt de laatste wave ook zo. Give me that money. En als we die winnen, hebben we nog maar één gebied die we moeten veroveren. En oeh, dit wordt een lastige. Ze komen van drie straaltelen tegelijkertijd. Maar daar is de kogel verpest. Oké, nou, nu is het niet meer moeilijk. Nu is het gewoon. Nu is het gewoon. Snipe. 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 Als ze maar van één kant komen, dan is het goed. Anders moet ik heel snel omschakelen. En niet dat ik daar problemen mee heb. Maar. Dat is dan toch altijd een stuk moeilijker. Nou, het laatste stukje gebied. En hier is wel strand volgens mij, ja. Dus hier zouden ze wel eens op het strand zijn om te chillen. Kunnen zijn, hè. Ik zeg niet dat ze zijn. Maar eerst krijgen we iets veel dringenders. Namelijk de ballast. Ik denk dat het slim is om mijn gebied te veroveren. Op het moment dat ik nog maar één van de Mexicanen moet veroveren. Nou, gelukkig is dat zo gebeurd. En als is dat, en als dat is gebeurd, dan gaan we snel nog even dat laatste gebiedje veroveren. En dan hebben we alles veroverd van de Mexicanen. Nou jongens, het lukt je wel. Hey, you need a hole put in.
Oh nee, nog niet. Oh, daar nog. Zo. Heel, ja jongens, ik doe nu wel een beetje zo van, ik wil dat heel snel terug naar het andere gebied. Want ik wil zo snel mogelijk dat gebied hebben veroverd. Deze aflevering is al over tijd. En politie. Waarom altijd politie? Kan je eens een keer zonder politie? De politie laat ik niet zo kwijt. Moet ik op een slimmere manier doen. Bijvoorbeeld dit, wat ik net heb gedaan. Weet ik veel wat ik net heb gedaan, maar oké. Okay. Het hielp wel. Ja. En weer dat irritante gedoe, want waar zijn ze? Oh, de Mesa. Je rijdt hier dus ook rond. Kom op, zo'n moeilijke... Ik heb een idee. Ik zag ze toen aan de andere kant. Dus ik neem deze auto mee, van deze mevrouw. Meneer. Sorry dat ik u mevrouw noemde. En dan gaan we gewoon naar die kant, want volgens mij staan ze daar. Aan de andere kant. Ik zag ze in ieder geval, hier zag ik een paar. Meneer politieagent, dat deed ik niet expres. En... niemand. Ja, ontploffende auto-onderdelen. Ja, maar daar staan ze ook niet. Ze gaan niet vlakbij het stadion staan. Dit is een heel irritant gebied om over te nemen. Want ik zie ze echt helemaal niet. Ik zie ze. Oké, you provoked the gang war. Rustig jongens, ik heb alleen een gang war. Bijna mis. Oké. Dus gefocust blijven. Mijn binigun mag ik nu opmaken. Oké, daar is kogel vervest. Daar is er een. Daar is er een. Oké, die is ook neer. Mussel eraf, mooi. Hoppakee. Natuurlijk is mussel eraf niet zo mooi. Maar ik moet me nu echt focussen op de laatste gangbar. Nou ja, waarschijnlijk de laatste gangbar. En die sniper werkt echt supergoed. Dit hoed is yours. Yes! Ja, we hebben ze ook heel erg een gebied overnemen. Mooi! We hebben genoeg gebied veroverd. We hebben de Phagos helemaal uit San Andreas verbannen. We hebben ze stuk per stuk neergeschoten. Geen enkele Phagos leeft meer. Of heeft een gebied. En daarmee ga ik even terug richting huis. Ik neem even deze kogelvrij vest mee. En meneer, u gaat zo ontploffen. U gaat zo ontploffen. Niet doen. Oh, waarom ontploft hij nou niet? Oké. Nou, blijkbaar vind je het niet leuk om te ontploffen. Dus is hij niet ontploft. En ik weet niet welke... Oh, bouw eens even. Laat hem even op.
In ieder geval, we hebben vandaag alle Fagos uitgeschakeld. De Ballas leeft nog wel, maar ik ga niet nog een keer alle Ballas uitschakelen, want ik hoop dat jullie nu begrijpen hoe het werkt. Omdat ik gewoon alle Fagos nu heb uitgeschakeld. En dat de bedoeling was. Nou ja, het gebied moest ik hebben. Dus ik mag ook half Fagos, half Ballas. Maar ja, jullie begrijpen het zo. Mad Dog, ja. Mad Dog, die zit daar in zijn villaatje. Maar, die, ik weet niet of we die ooit nog gaan zien. Omdat morgen de laatste aflevering is van GTA San Andreas. Dus jongens, morgen de laatste aflevering van GTA San Andreas. En met deze in de laatste aflevering wil ik graag nu afsluiten. En dat doe ik met de bekende woorden van mij. Kijk eens een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie morgen als wij de finale missie gaan doen. De laatste missie van GTA San Andreas. Maar dat zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!